Please zeg dat hier ruimte over. Oh nee, wat doe ik nou? Oh, ik zet mijn booster in! Je moet meedenken. Oh, wat een gekke geit ben ik ook. Hey kijkers van Michael Sturms, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe GTA 5 speciale video. Ik ben vandaag niet alleen, ik ben vandaag samen met Eva, Giel en met Lars. En wij gaan vandaag met z'n allen... Ja. Oeh, kom maar hier schat. We gaan eigenlijk, ja het is al best wel een oude, maar we gaan een nieuwe expansion van GTA spelen. Dus mocht je dit nou leuk vinden, druk allemaal alsjeblieft op het duimpje omhoog. Dat zou super awesome zijn. Je moet eigenlijk zien te zorgen dat je elkaar kapot rijdt en niet in andermans, ja, slingertje rijdt. Yo, wilt Klikken. Iemand die degene die daar aan de buitenkant rijdt even naar binnen komen, meneer of mevrouw het mietje? Oh, ik ben kapot. Oh, we gaan een nieuwe regel toevoegen. Je mag niet meer buiten dat ding komen. Je moet... Ja, maar dan loop ik hier al vast. Nee, maakt niet uit. Buiten dat ding kopen? Ja. Komen. Niet buiten die grote cirkel. Ja. Oh, ja, dan loop ik vast. Ja, dat maakt niet uit. Dat is ook de bedoeling. De bedoeling is dat je elkaar te slim af bent. Chips. Dus dat is de bedoeling. Dat is het hele verhaal van, of hele moraal van het spelletje. Dus Lars, naar binnen dan jij. Dan blijven we dus daarin. Waar is Lars? We het begin niet. Ik weet niet, Lars is dood volgens mij. Oh, ik nee, ben er weer. Lars de pink guy. Oh, Lars heeft wel eens een mooi kleurtje uitgekozen hoor. Ja, zeker. Al die power-ups zitten ook daarboven. Je zou maar gekild worden door jezelf. Ja, maar dat maakt niet uit. Wat, ja, maar dat is dan dat? Ja. Ja. Oh, Eva. Ik ga tegen het systeem in. Zijn er speciale... Hey, hoezo, jij reed net niet over het randje ook, hè? Stinkdier. Ja, uiteindelijk wel, maar ja, jij downde mij erop. Oh, je bent echt gestinkerd. Ik span wel op het randje. Vind je dat erg? Of moet ik nu liegen? Nee. Sorry, schat. Nee, op mezelf. Oh! Oh, shit. Oh my god. Maar zijn er speciale dingen of zo? Wat? Ja, nou, die kan je pakken aan de zijkant. Oh, dus maar dat mag je... niet. Ik heb toch al bunnen op, maar daar springt maar 1 nice, heel. Oh, die was hard. Er is gewoon een dingetje in het midden, hè? Een dingetje in het midden? Huh? Is dat? Hallo? Dat was mijn slow-mo special, die zat in het midden. Bovenin kun je zien hoe lang die nog duurt. Hier, ja. Tijdbalkje om dat ding heen. Oh, dat is Giel. Ik wou zeggen, schatje, wacht dan maar. Ik kom je halen. Maar dat was Giel, nu ben ik dood. Mag me ook als Oké, we moeten dit gewoon van de knieën met Giel spelen. Oh, ik ben al dood! Huh? Oh, flauw. Ik ben al dood. Ik kan zo'n levensje nog. Hup! Wat? Hoezo is Giel niet dood? Ik kan altijd tegen Lars' voorkant aan, daar zit geen streep. Oh, jij hebt zo mazzel. Je hebt zo mazzel. Ja, Giel! Oh, dat scheelde een haar! Ja, Eva die denkt gewoon, ik ga er mooi uit. Ja. Maar ja, het maakt niet uit. Oh, jij bent zo lukkig. Ik kon niet remmen. Waar is Eva nou weer dan? Ik spande net. Wat helpt? Paniek, Lars, paniek! Jongen, jij bent dood, denk ik. Oh nee. Nee, schat, je hebt nog 2 levens hierna. Oh, oké. Ja, je hebt het veel beter dan mij gedaan. Ik ben er wel af. Hé, hey, we gaan aan de kant. Aan de kant, of is de bedoeling als ze ervoor rijdt. Oh nee! Dat kan niet. Niemand rijdt Giel klem, hè? Ik kijk de hele tijd naar Giel en Giel die rijdt hier gewoon een beetje te chillen. Oeh. Ja. Ja. Dat moest ze, maar ik was erbij. Allebei ook achter elkaar! Giel, je bent zo lekker! Ja, hij speelt het gewoon slim. Het kan ook nooit. Het moet ook altijd geluk zijn, hè? Ja, hij remt echt op het juiste moment. Hij pakt je buitenbocht, Giel. Ja, hey, fijn dat je het even zegt, hè? Ik kan het gewoon letterlijk zien met mijn muis. Ik draai om. Ja, dat staat gewoon letterlijk op de platte grond. Kijk hoe gaat dan, buitenrand. Oké. Hoe? God. Hoe dan? Oh, dit gaat spannend worden! Hoi Lars. Oh my god, dit is echt. Als je wil knuffelen mag je het gewoon vragen hoor. Kan je niet gewoon stil gaan staan? Hoezo? Ja, is goed. Nee, je kan niet. Nee, je moet rijden. Niet vals spelen. Pak hem dan gewoon Lars. Pak hem gewoon. Oh, Giel, moet je niet op klikken, Lars. Ja, dag. Had jij een speedboost of zo? Oké, de winnaar van de eerste ronde is bekend als Giel. Op naar het volgende potje. Oké, volgende ronde. Heb je wel eens je toeter gehoord? Hoe gaat die dan? Moet ik maar eens doen, je toeter. Oh, dat klinkt echt beroerd, man, die toeter. Maar ik weet niet wat jullie zijn, maar... Nou ja, we moeten maar eens weer naar binnen, dacht ik zo. Hoe kun je springen? Ja, hey. Oh, sorry schat. Je toeterknop volgens mij. Ja, wat is mijn toeterknop? Ja, weet ik niet. Ik heb geen controle. Is Giel nou al dood? Nee. Waarom wil je mij dood hebben? Ja, omdat jij de vorige keer gewonnen had. Ja. Ah, oh. Schat, jij gaat echt...
ver buiten de baan, is dat een strafpuntje? Mag allemaal. Mag allemaal. Ik schiet er ook uit. Ik rij mezelf dood, ja? Ja, maar dat komt omdat ik niet kon remmen. Jawel, je kan prima remmen op dat ding. Nee, maar ik kon niet remmen. Waarom komt er geen booster in het midden? Omdat die... Sorry schat, ga naar buiten, ga naar buiten. Oeh! Dat was even zweten. Waar is die jongen? Daar is die jongen. Oh. En nu? Oh, sorry schatje, het spijt me. Jullie mogen niet teamen. Oh, Lars, jongen. Nee. Oh my god. Oh, wat ben jij een bofkontje. Waar is Giel? Daar is Giel. Okay. Nee! Schat, je rijdt ook recht in zijn straal. Ja, dat zag ik niet. Wacht, ik moet een andere camera gebruiken. Hoe rijd je daar onderdoor? Nee, ik jumpte er overheen, want ik had een hopje toen ik... Ah! Okay, ik ben ook... Ik moet je hop inzetten dan? E, volgens mij op het toetsenbord. Huh? Hoe je dingen in moet zetten. Ik moet even doodrijden op jou. Oh! Nee, ik rij even dood op jou, want ik ging buiten de baan. Oh. Ik ging buiten de cirkel. Ik heb een kill. Ja. Oh ja, nu geef ik Lars punt. Ik had beter even een punt nodig. Ja, daarom heb ik ook tegen mijn eigen lijn doodgereden, omdat ik eruit vloog. Oh, kan je tegen je eigen lijn doodrijden? Ja. Yep. Oh, jullie zijn gemeen. Wie heeft de slow-mo aangezet? Ik, omdat ik naar dood ging. Op welke kamer? Lars, snij naar buiten! Lars, snij naar buiten! Wat? Hij snijdt niks naar buiten. Ja, Giel, jij ging buiten de baan. Lars ook! Ik spouw dan net! Lars ook! Strafpunt! Ja, ik rij mezelf natuurlijk dood. Ja, als ik er niks van had gezegd, hè? Doe je zo wel. Oeh. Oh, ik rij mezelf ook buiten de baan. Pets, ja, idee. Ik deed het net ook. Ja, Giel, doodrij je dan. Ja, is goed. Eva, kom Boef. Hier. Ja, Eva puntjes. Steun het arme Eva-fonds. Voor maar één kapotte motor steunt deze meid al. Oh! Nee! Nu ben ik ook even aan het steunen met haar fonds, hè? Oh my... Ja, Lars, rijden we tegen haar. Ja. Oh, Giel is bijna af. Ik heb evenveel levens als jullie. Jij hebt zelfs minder. Ja, jij bent bijna af. Ik zie niet iemand buiten waar. Ik denk, maar dat was dus nee! iemand die dood was. Ah, oh, ja, schatje, wat doe je? Ja, maar je dacht dat ik het haalde, maar dat was dus niet zo. Nee. Dit is buiten de baan. Helemaal niet. Kijk naar mijn lijn. Kijk naar mijn lijn. Die was niet buiten de baan. Ja. Nee, echt niet. Nou, dan kijk je de opname terug. Sorry schat, ik ga je niet afsnijden. Ik rij alweer naar binnen. Ik reed niet buiten de baan. Je mag alle opnames terugkijken, maar ik reed niet buiten de baan. Ik span en ik word meteen ingesloten. Ja, ik ben dood. Nee, ja. Je kan nog langs. Er is een randje over. Randje over? Nee, Vincent. Chips. Ik zie hem gewoon op kijken. Op een of andere manier kan ik soms niet remmen. Dat is zo raar. Schat, je moet Giel insluiten. Je geeft hem zieke ruimte, ja, die jongen. Oh, nee! Oh, ik wist dat je zou komen! Nee, ik wist dat je zou komen! Eva's rondjes aan het rijden. Oh, ik wist dat je daar zou komen. Ik dacht van, als ik je nou gewoon één keer explodeer. Oh, zie je? Oké. We moeten de eer aan Giel geven voor deze ronde. Dankjewel. Op naar het volgende potje. Oké, we zitten midden in de zandbak. Ik heb nog steeds mijn mooie oranje motor. Oh, wat is dit nou weer dan? Deze is wel vet. Hoe groot is dit ding wel niet? Gigantisch. Oh, niet groot. Ik wil hierop. Yo, doei. Oh, dat is een goeie, ja. Oh, Giel, nee. Oh, nee! Oh, dat was ziek. Als dat lukte, was dat zo ziek. Waar zijn Lars en Giel? Ik wil heel lekker. Nee! Oh, ik dacht, je gaat die andere kant op. Yo, dit is veel te groot. Echt, hè? Zullen we niet over het zand heen rijden? Oké, zand mag niet. Oké. Okay. Zand mag niet, maar alleen over de stenen en de dingetjes omhoog. En bruggie. Oh, die ketst af. Ja, ik ben door die beuk ben ik op het zand. Ja. What? You committed suicide? Ik reed tegen de muur omhoog, ben dood. Bedankt, Giel. Ja, je bent bedankt. Vast. Ja, jij ook. Door jou ben ik ook dood. Jammer even. Ik heb gewoon een salto gemaakt met mijn motor. Nice, goed bezig. Nee, Vincent, nee. Vincent, laat die lijn even gauw ophouden. Dankjewel. Oh, is Giel niet dood? Dat was leuk. Ik ben op de... Okay. Je reed in je eigen straal, pannenkoek. Ja, maar ik landde sowieso door Lars, waar ga je helemaal heen, joh? Ja, ik op het zand, dus ik moet suicide committen. Dankjewel voor de punt. Oh, nee! Ik heb het gewoon zelf gedaan. Oh ja, je kan ook helemaal niet stilstaan, hè? Nee, je rijdt altijd heel lang. Nu moet je dood zijn. Niet waar. Ik zat op het rode, kijk maar. Oh, jij gemene boef! Oh, dit is gewoon niet eerlijk. Hoezo niet? Lars heeft evenveel levens als mij. Oh, ik ben op het zand gekomen. Heel klein stukje. Moet ik doodgaan nu? Nee. Oké. Maar niet als je het bewust doet, weet je. Dus... Oh.
Oh, yes! Eva, kom toch ook even aan, gast? Oh, please zeg dat hier ruimte over... Oh nee, wat doe ik nou?! Oh, ik zet mijn booster in! Ik moet meenemen. Oh, nee! Ik zet er mijn booster in! Oh, wat een gekke geit ben ik ook. Oh, hey Lars, je hebt wel de kleur uitgekozen die echt bij je past, man. Dank je. Ben je nou niet kapot, Giel? Bunny hop! Oh, jij dik stinkdier dat je er bent. Ja, echt hè? Ik maak wel vrienden met deze serie. Lars! Ik dacht, ik ga er even ook nog langs. Net op dat randje van dat rode hoppie. Maar dat werkte niet. Oh nee, toch niet. Oh. Nee, Eva, doe het niet. Ah! Oh! Oh, Giel! Stop it! Ik sta gewoon 8 tegen 1 tegen Giel. Echt? Oh, ja. Nee! Oh, heb je het gehad? Ja, het feit dat ik nog niet open ben. Giel is naar boven, jongens. Giel is naar boven. I repeat, Giel is on the topfloor. Oh, ik ga je niet aankomen. Yeah. Ik was even aan het kijken. Ik had er nog op, maar ik had je niet gezien. Dus. Hoi, Giel. Was goed? Ja, super met jou. Ja, prima. Ik druk weer op de verkeerde knop. Lars moet even dood, Eva. Oh, ik kreeg mijn boost. Ik druk op de verkeerde knop. Hij heeft de meeste naam. Ik ga niet met Eva... Ik spectate niet met Eva mee. Weet je wat Lars' tactiek is? Gewoon wegrijden van alles. Ja. Waarom, shit, ik moet dood. Ik drukte op het verkeerde knopje en kwam over het gras. Oh, Giel heeft ze allebei. Netjes. Schat, ik spectate jou, hoor. Niet zeggen, oké? Oké, pst. Giel, wat ben jij ook een smeerlapje, hè? Zit hij daar heel sneaky, zachtjes te rijden in plaats van dat hij vol gas gaat? Ja, voor de bocht is toch prima, hoor. Waar is... Lars is naar de andere kant. Giel, pak hem. Pak Lars! Pak hem! Nee. Oh, ik... Nee. Goed gedaan, schat! Lekker, je hebt Lars ook. Oh, als je doorgaat, kost het je $5. Goed gedaan, schatje. Oh, daar gaat al mijn geld. Jullie hebben nog 20 seconden, hè, jongens. 20 seconden. En daarna? Is deze ronde af? Hoe zit het dan als ze gelijk staan? Geen idee. Kom er snel genoeg achter. Oh, ja. Kan ik daar iets aan doen, schat? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, sudden death! Nee! Oh, als je dood bent, ben je dood. Oké. Okay. Oh. Nee, meen je dat precies op dat moment? Oh. Arme Eva. Oh. Rest in peace. Oh, je moet in de area blijven. Ja. Ja. Dat is gezellig. Oh! Ah! Nee, dat kan toch niet? Nice. Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Druk op duimpje omhoog. Wil je dat we hier met z'n vieren een serie van maken? Laat het dan zeker weten even in de reacties achter. En beloon het dus ook met een duimpje. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer. Tot de volgende keer natuurlijk, mensen. En ciao.